Nou, je wil graag natuurlijk weten wat er zich in ons brein afspeelt. Ik wil het heel graag weten wanneer wij denken, hè? Wanneer wij nadenken over wat we zien. Het is natuurlijk fantastisch dat je weet dat je cellen in je hersenen hebt die gevoelig zijn voor dat soort concepten. Ja, we weten heel veel, maar we weten ook dat we heel veel nog niet weten. Dus wat dat betreft is het denk ik ook een van de spannendste wetenschapsgebieden. Er valt nog zoveel te ontdekken. We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met de neurochirurgen van de VU. Die hebben mensen die epilepsie hebben. En bij een aantal van die patiënten weten ze niet precies waar het vandaan komt. De patiënten krijgen dan elektrodes in hun hersenen. En wij kunnen dan via hele dunne draadjes die we vastmaken aan die elektrodes de activiteit van hersencellen meten. Dus we hebben bijvoorbeeld cellen gevonden die alleen reageren wanneer er plaatjes van Jan Smit of andere bekende Nederlanders voorbij komen. Dus jij en ik hebben waarschijnlijk allemaal van dat soort cellen in ons brein voor de mensen die de meeste Nederlanders kennen, zoals bijvoorbeeld onze koning. Maar ook specifiek voor de cellen die jij dan kent en ik niet. Die heb jij wel en die heb ik niet. Dus dat soort netwerken, daar kijken we naar. Visuele hersenschors bestaat eigenlijk uit een aantal gebieden. Eenvoudige gebieden. Daar worden hele eenvoudige beeldeigenschappen zeg maar gerepresenteerd door de cellen in het brein. Zoals bijvoorbeeld de kleur van een klein gedeelte, of de kleur van mijn blouse, ik noem maar wat. En hogerop zitten dan de meer conceptcellen. Dus bijvoorbeeld een cel die alleen reageert op Jan Smit. En in een deel van ons onderzoek stimuleren wij het brein. We maken kleine draadjes vast in het brein. Als je die dan stimuleert, dan ziet waarschijnlijk de proefpersoon of het proefdier ziet een lichtverschijnsel op die plek, een pixel. Als je nou 1000 elektroden zet, dan heb je in principe 1000 pixels. Dus dan kun je als het ware verblinden, zou je in principe weer een rudimentaire vorm van zien kunnen voor elkaar krijgen. Als je een camera vastmaakt aan iemand zijn bril en dan die informatie naar de visuele hersenschors stuurt, de juiste cellen als het ware aan en uitzet. Dat zou fantastisch zijn als we dat voor elkaar krijgen. Het Nederlands Herseninstituut is een fantastische plek om te werken, want het is een verzameling van experts die er werken, die heel veel verstand hebben van de relatie tussen de activiteit van de individuele zenuwcellen en denkprocessen, maar ook die processen die ons in staat stellen, ja, bewegingen uit te voeren en de buitenwereld te handelen. Bovendien heeft het Nederlands Herseninstituut allerlei unieke faciliteiten, waaronder bijvoorbeeld de Nederlandse Hersenbank en allerlei technologieën, geavanceerde microscopen, waardoor wij heel goed in staat zijn om de activiteit van heel veel hersencellen tegelijkertijd te kunnen observeren.